Het is een brain-computer interface, dus het idee is dat je door middel van je hersensignalen iets een computer kan besturen. Dus zonder handen of wat dan ook, alleen op basis van je hersensignalen. En in deze demo gebruiken we dat dus om een spelletje te controleren. Het idee is dat in je hersenen, als er iets significants gebeurt in je omgeving, dan heb je iets van een aha-moment, zeg maar. En dat moment, dat kun je dus meten in de hersenactiviteit. En het idee is dat deze applicatie maakt daar gebruik van door verschillende dingen weer te geven. En als je dan naar één daarvan kijkt en het systeem verlicht dat dan wekt dat dus zo'n moment op. En alle dingen waar je niet naar kijkt, als die verlicht, dan gebeurt er dus niks. Dus dan kan die op basis daarvan zien waar je je aandacht op richt en dat gebruiken om bijvoorbeeld de goede richting op te gaan. Het onderzoek wat we doen op de universiteit is dus om applicaties te ontwikkelen bijvoorbeeld voor mensen die verlamd zijn, dus die geen andere optie meer hebben om te communiceren, zodat ze dus door middel van hun hersenactiviteit toch kunnen praten. Dus bijvoorbeeld heb je dan spellers waarmee ze dus letter voor letter kunnen een briefje kunnen schrijven.